Goeiedag, ik ben Matthias van Vlaming Fastfood. Vandaag neem ik jullie mee naar Ardooi, een gemeente in West-Vlaanderen, in de Watervalstraat 105, waar deze prachtige Spaanse villa is opgetrokken in 2004, volledig afgewerkt. Bovendien staat de woning op een perceel van een 3049 vierkante meter, dus plaats genoeg. Binnenkomen, zeer gezellige inkom met het gastentoilet. Een afgewerkte leefruimte waar ook wel veel daglicht binnenkomt. Typisch aan deze stijl natuurlijk. Centrale verwarming is op aardgas hier. Ook is de woning al volledig geschilderd. En dan komen we onmiddellijk verder in een prachtige open leefkeuken. Onmiddellijk naast de keuken is er nog een extra hobbyruimte voorzien. Nog een extra troef aan deze woning die wel heel belangrijk kan zijn. Het is een aparte inkom. De garage oorspronkelijk is volledig omgebouwd tot op vandaag een schoonheidsstudio, een nagelstudio, maar kan natuurlijk alle functies in plaatsvinden. Via een vaste betonnen trap, afgewerkte trap, komen we op de eerste verdieping. Te beginnen met een fantastische, nog maar recent, totaal gerenoveerde badkamer. Naast de afgewerkte en instapklare badkamer hebben we nog drie ruime slaapkamers. Buiten heeft de woning ook van alles te bieden. Een fantastisch aangelegd terras. Twee regenwaterputten van 10.000 liter. De noordwest georiënteerde tuin. Dit is het eerste stuk van het perceel. Achter de omheinde tuin is er nog een fantastisch perceel, maar dit is agrarisch gebied, dus hier mag niet gebouwd worden. Heb je dus interesse in deze prachtige Spaanse villa, gelegen in het centrum van Ardooi, op een perceel van 3.000 vierkante meter en meer? Wel, maak dan nu je agenda vrij en kom langs via inschrijving op zaterdag 22 juni. Graag tot dan.